Yo mensen, welkom bij deze volgende commentary van mij. Het is deze hele lange tijd tussen, want eigenlijk ja, het was eigenlijk eerst de bedoeling dat we met z'n tweeën dat zouden doen, maar uiteindelijk is het zo gelopen dat hij eigenlijk alles heeft upgeloot en ik eigenlijk geen flikker heb gedaan. Ik heb eigenlijk wel die montage gemaakt, maar dat die clips waren van hem. Dus hij heeft eigenlijk alles gedaan. Maar nu is mijn tweede deel van Road to Division 1 aangekomen. En ik ben Feyenoord en de speler die ik hier vind is... Boetius, ja, ik zet hem er niet in, beetje kansloos, maar hij is echt super snel zoals je daar zag, hele goede versnelling. Maar ja, Seasons, nou ik vind het, terwijl je hier een corner goal van de Vrij ziet, ik vind Seasons echt veel saaier dan Ultimate Team. Op Ultimate Team score je gewoon veel makkelijker, afstandsschoten gaan erin, het is gewoon veel makkelijker. En Season, het gaat gewoon super langzaam. Het lijkt gewoon of spelers langzamer lopen of ze niks doen. En oh ja, weer een rebound. Ik weet niet of je de vorige hebt gezien. Anders kun je even terugkijken. Ik heb zoveel rebounds daarmee gescoord. En nu schiet ik er weer een in. En zo meteen weer een paar. Maar dat is echt heel slecht. Maar waar was ik? Seasons, ja. Ik moet even kijken of ik nog leuk vind. Want ik vind die wedstrijd, alles gaat gewoon zo langzaam. En je schiet die C er weer in. En toen kwamen de goaltjes. Ja, de goaltjes vlogen erin in deze wedstrijd. Die ga je nu wel zien. Die C schiet er hierin, zoals je zag. Hij speelde trouwens heel vaak bij mij in de voeten. Hier voor Lena, C7 van afstandsschotje. Speelde die ook in mijn voeten. En Klaas die scoort hier de 6-0. En toen ging hij alleen maar overpassen. Dus dan kwam ik niet meer aan de bal, zoals je ziet. Ik schiet deze bal erin, de 7-0, ik win de wedstrijd. Dankzij Feyenoord, heerlijk team. Eigenlijk niet, maar dat maakt verder niet uit. Ik win deze wedstrijd dus. Ik ga de goede kant op in Seasons. Ook al had ik veel meer wedstrijden moeten winnen. En volgende wedstrijd komt er alweer aan. Ik ben Bayern München. Met natuurlijk Robben en Ribéry aan de buitenkanten die heerlijk kunnen schieten. Maar zoals je gaat zien, dat gaat niet echt lukken, want het is Seasons. En die ballen die willen er gewoon niet in. Ja, al was het Ultimate Team, hadden ze daar lang in gezeten. Hier schiet hij met Robben echt. Wat is het nou voor afzwaaier? En ja, zo gaat het maar door. Maar over Boetjes gesproken. Ik had nog een leuk verhaaltje voor jullie. Want ik was pas aan het werk. En Boetjes, tenminste, zag hem nog niet gelijk. Ik zag gewoon twee van die gozers aan de kassa staan. En één van hen herkende ik, maar ik wist niet wie het was. Dus ik kijk zo even goed. Wie is dat nou aan die kassa? En ik zit te overwegen, is het die? Nee, die is het niet. Dus ik kijk nog een keer goed en ik kom ineens tot de conclusie dat Boetjes daar gewoon staat. En ik loop er naartoe en hij pakt net zijn spulletjes om weg te lopen. En ik zeg zo, hey, dat is Boetjes. Dus hij draait ze om en hij lacht zo naar me van, ja, ik ben Boetjes. Ja, dat ben ik. Dus, maar hij liep gewoon door, dus ik heb net de ontmoeting gemist met de linksbuiten van Feyenoord, de topspeler die nu alles doet voor ons. Echt balen. Terwijl ik dit verhaal vertel, zeg ik niks meer over FIFA. Maar hier scoorde ik met Gomez vanuit de cornertje. Na de kopbal van Dante. Weer zo'n beer, net zo'n afro, net als David Luiz. Al die afro's die schijnen het goed te doen in FIFA. En hier schiet ik tegen Gomez aan wat een paar keer gebeurt. Die loopt alleen maar in de weg, die bollegozer. Ook al scoort hij net van mij. Hier nog zo'n, ja, niet echt afzwaaien, maar wel gewoon naast die er gewoon echt ingaan op Ultimate Team. Maar dat even terzijde. Hier probeer ik het nog een keer. Ik schoot eigenlijk veel te veel van afstand. Ik had veel beter moeten proberen. Hier komt hij er goed door. Dieptepaasje van Pessie. Schiet hem keihard in de korte hoek. Wat gewoon best wel overpowered is, zoals die andere gast zei op zijn andere commentaries. Hier kan je zien dat die hoek gewoon helemaal open legde in dit spel. En even kijken, ja, hier scoort hij weer. Echt gewoon geluk met uitkomen. Daar komt gewoon precies goed uit. Hij hoeft alleen nog beter klikken en hij kopt hem langs de keeper. Ik had misschien niet zo ver uit moeten komen. Maar ik sta dus op 2 in achterstand. Wat niet zo handig is in divisie 10. En ik probeer het nog. Zoals je hier ziet, ik kom nog in de aanval. En hier schiet ik hem erin met Müller. Hij draait zich goed en deze gaat er in één keer wel lekker in. Ook al is het season, ze gaan er soms wel in. Ik vind het best. Het staat dus 2-2 volgens mij. Ik speel deze wedstrijd niet gelijk. Jullie zullen zien wat het wordt. Hier krijgt hij een kans. Speelt hem op Van Persie. Van Persie tikt hem door op Valencia. Op zich mooie aanval.
schiet hem erin met zijn chocoladebeen. 71 minuut. Hij staat voor. Dit blijft uiteindelijk ook de eindstand. Ik krijg nog een paar kansen, maar ik schiet ze er niet in. Maar dit was mijn commentary alweer, jongens. Als je het leuk vond, geef een like. Het helpt ons enorm. Dan ga ik er misschien ook wel mee door met dit. Ik ga waarschijnlijk wel door. Maar als je het erg leuk vindt, dan ga ik er sowieso mee door. En neem die het filmpje vooral niet te serieus met al die effecten en zo. Vond ik wel grappig. Maar tot later.